We zijn straks in Hilversum voor het geval je... Ja,
voor me. Ik ben helemaal uit die onderwerpen aan. Je moet er even door de tubers laten staan. Je moet op de keer af. Ik wil jou wel van die komen. Ik hou niet daar. Een beetje naar boven daar, zo ja. Eerst met de teams, later hebben we de groepsprijzen. Ben je even gedaan? Klopt dat? Yes, alright. We hebben ook een trom geroffeld, laten we even kijken of hij doet. Doet hij het, een trommel? Huh? Dat is altijd heel belangrijk bij mij. Test het niet. Laat de trommel eens horen, jongens. Hij ziet dat toch niet. Ja, dat is goed. Hij doet het. Ziek was, hoorde dit vanmorgen. Die vandaag er niet bij kan zijn, omdat de naam kwijt. En die was zo pressief. En die vertelde hoe leuk ze dan hadden gevoeld dat ze hadden gedaan. En ik moet zeggen, ik vind het fantastisch. Dat zoveel van jullie daaraan mee hebben gedaan. Want het is zo ontzettend goed. Dat je leert hoe je dat zo in moet doen. En ook aan anderen laat zien hoe je dat allemaal gedaan hebt. Ik vind dat echt tof. Nou, is ook een team. Nou, zo'n prijs krijg ik een vraag aan je. En we hebben het net ook al een beetje gehoord. Er was u nog niet bij, toen in de auto. Maar wat me nou zo verbaast. Wat heeft nou, zeg maar, Pokémon en zand. Wat heeft het nou te maken met. Onderwijs. Volgens mij ontzettend veel. Ja, volgens mij gaat het er niet zozeer om hoe je de kennis overdraagt en met wat voor middelen als je het maar heel goed overdraagt. En Pokémon is op dit moment ontzettend populair.